Goedenavond luisteraars, het is vandaag woensdag 10 september 2014 en dit is de 87e aflevering van Plateo Radio. Mijn naam is Johan Oldenkamp en de gast van vanavond heet Agnes van Enkhuizen. Agnes, welkom in de uitzending. Dank je. Ja, heel bijzonder dat jij op mijn pad kwam, want ik had je naam al eens gehoord, maar ik heb eerlijk gezegd nog geen boek over jou gelezen. Maar hoe meer ik mij ging verdiepen in jouw werk, hoe meer overeenkomsten ik zag met... Maar ik al een tijdje mee bezig ben, dus ik denk dat we een soort feest van verkenning zullen hebben vanavond in deze uitzending. Maar goed, dat gaan we wel meemaken. Zou jij voor de luisteraars kort jezelf willen introduceren? Wat is jouw achtergrond en wat ben je voor vrouw? Heb je een paar weken tijd? Ja, ik zei kort, hè? Ja, maar dat is erg moeilijk voor mij. Als ik mijn verhaal doe in 6-7 boeken, dan begrijp je het wel. Ja, oké. De inhoud van de kamer, hoor. Het gaat nu meer om de mens, Agnes. Nou, de mens, Agnes. Om te beginnen ben ik moeder van 5 kinderen en 5 kleinkinderen. Maar dat heeft me er niet van weerhouden om diepgaand en uitgebreid mijn zielenroep te volgen. Om onderzoek te doen naar oorzaken van ziekte, geneesmethoden, waarbij ik geen medicatie nodig zou hoeven hebben. Kortom, de roep van Hippocrates om het medica natura van de mens te stimuleren. Ik denk dat ik mag zeggen dat het is gelukt. Maar beginnend van buiten naar binnen te kijken bij de mens, kon ik er niet omheen dat ik steeds verder ging naar de achtergrond van wie zijn wij? Waar komen we vandaan? En uiteindelijk ben ik iemand geworden die terug is gegaan in mijn leven naar wat ik dan noem de Big Bang. Het begin van ons universum en ook het begin van de ontwikkeling van de materie van waaruit wij zijn ontstaan. Dat vond ik nodig om nog beter te begrijpen waardoor het mogelijk is dat een mens krachten heeft om zichzelf ziek te kunnen maken. Maar ook te kunnen genezen, zover als dat inderdaad dan mogelijk is. Dat even dan heel erg kort door de bocht. Als een nutshell, ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben de afgelopen dagen, en toeval bestaat in mijn ogen niet, heel erg bezig met het ontstaan van materie. En ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat er grote vraagtekens geplaatst kunnen worden bij die Big Bang. Maar goed, daar zullen we het vandaag niet al te zeer over hebben. Mag hoor, joh. Ja, want kijk, dat is toch de theorie die een beetje vanaf Einstein met name is begonnen, maar het ging eigenlijk terug tot zo'n Newton. En het is allemaal gebaseerd op zwaartekracht en helemaal geen oog hebben voor elektriciteit en magnetisme als veel grotere kracht en veel belangrijke kracht. En dat schrijf je ook zelf ook in je boek, The Electric Universe. Dus misschien kunnen we daarmee beginnen, Agnes, met wat heb jij precies beschreven in dat boek en wat fascineert jou zo aan het elektrische universum? Wat ik al zei, ik ben kijkend naar de mens vanaf buiten naar binnen gegaan om uiteindelijk te begrijpen waar we uit zijn ontstaan. En ik heb verschillende reguliere studies gedaan, maar wat mij het meest heeft geholpen, dat is de kans die ik kreeg om, zoals ik dat noem, achter de coulissen te kijken van het leven. En ik heb er niet om gevraagd, maar het is schijnbaar... Ik heb schijnbaar zo'n vraagteken boven mijn hoofd dat het naar me toe is gekomen. En ik heb dus als het ware het ontstaan van het heelal zelf met mijn eigen bewustzijn meegemaakt. Dus herinnerd. Hè, Socrates zei ook, een goede leraar is iemand die zijn student of zijn leerling kan helpen herinneren. Nou. Ik was dan wel een fan van Socrates, maar ja, hij is er helaas niet meer. Dus ik heb het zelf moeten doen. En ik kwam in een situatie die ik zelf heb gevoeld, ervaren. Hoe dus uiteindelijk wij zijn ontstaan. En dat het begin daarvan niet helemaal duidelijk is. Want ik heb niet het beleving... dat toen wij in dat, noem het maar, oerei zaten met z'n allen, dat het echte begin was. Maar ik heb wel het beleving dat het begin was van het ontstaan van tijd en ruimte.
En tegelijkertijd met het ontstaan van tijd en ruimte is ook de start begonnen van de materie van waaruit wij uiteindelijk zijn ontstaan. Ja. Maar in dat oerij zag ik dus dat we allemaal lichtdeeltjes waren, trillende snaren. En eigenlijk vind ik dat heel frappant dat op dit moment zoekt men dus naar, ja, wat was er nou in het oerij waardoor zoveel energie zich kon ontwikkelen. Dat daar uiteindelijk het hele heelal door is gevormd. Nu, ik heb dat van binnenuit beleefd als dat ik mezelf ervaarde als een trillende snaar. En dat is dus eigenlijk het begin van het elektromagnetische startpunt van dit leven. Wat wij kunnen zeggen, alles wat beweegt, dat is eigenlijk behoort, mag de term leven wel degelijk claimen. Want tegelijkertijd was in die energie, die trillende snaren van licht, was er bewustzijn. Dus bewustzijn en energie horen bij elkaar. Dat is wat ik heb ervaren. Ja, daar kan ik in meegaan. Wat kun je beschrijven hoe dat is ontstaan? Want je doet er een beetje mysterieus over. Was het een ayahuasca-belevenis of een bijna doodervaring of een diepe meditatie? Nee. Ik heb dus vanaf mijn kindertijd al wat je dan noemt uittredingen. En die zijn zeker gericht door mijn interesse waarschijnlijk, heel gericht ontstaan. En dus dat ik uit mijn lichaam ging en dat ik kon reizen in het zonnestelsel. Dat ik daar kon zijn waar ik informatie kon opslaan. Okay. En ik heb toen ook wel eens gedacht, ja, we zijn met raketten bezig. En dat is allemaal heel erg belangrijk voor het onderzoek. Maar ik weet dat ons bewustzijn dus in wezen een reiziger is in het universum. En dat heb ik dus ook in mijn boek beschreven. Wij zijn uiteindelijk paradijsvogels. Ja, even een technisch stukje tussendoor, Agnes. Of je de microfoon iets verder bij je mond vandaan kunt houden. We horen je luid en duidelijk, maar we horen je ook allemaal bijgeluidjes. En dat is een beetje storend. Ja, zo beter is. Ja, is het zo beter? Ja, nu hoor jou iets minder duidelijk, maar dan hebben we niet dat geblaas in de microfoon, zeg maar. Sorry voor deze onderbreking. Oké, dus jij hebt een soort, je kunt zeg maar het fysieke achter je laten en je kunt reizen in het niet-fysieke, zou ik dan willen zeggen, of het metafysieke, of hoe je het ook zou noemen. Nou, en, ja, in de energie. Hè, dus in de energie, ja. Nou, voor mij is dat de metafysische wereld, de wereld van de levensenergie, hè, die je tziki of prana mag noemen, maar dat is wat zeg maar boven deze materiële werkelijkheid zit qua hiërarchie. En het is eigenlijk vooraf gaat. En kun je mij meenemen op zo'n reis in verbeelding dan? Want je zei dat Socrates die wil zijn goede leerlingen laten zien het zelf herinneren. Kun je mij helpen dat ook herinneren, dat het naar binnen gaat door mij via jouw stem en jouw verhaal mee te nemen op reis door het universum of naar de energetische wereld? Nou, je kunt je misschien voorstellen dat ik ook soms bij die reizen in het begin het ook heel erg eng vond. Want uiteindelijk ben ik een gewoon aards mens. Kreeg dus als het ware waarschijnlijk toch wel om mijn intense vragen om inzicht en te willen begrijpen, kreeg ik als het ware, zoals ik dat benoemen mag, denk ik wel, hulp. He, dus een meester of een leraar die zichzelf nooit liet zien, maar die mij als het ware verschillende dimensies van bestaan liet zien. En het begon eigenlijk met de eerste dimensie om de aarde, waarbij mensen dus eigenlijk na het loslaten van hun lichaam verbleven. En ik kreeg dus eerst inzicht in de Hades en de werelden daarboven, waar de ziel vertoeft in verschillende fasen na de dood, om weer voorbereid te worden op nieuwe incarnaties. Dat heb ik zo beleefd. En dat is op zichzelf natuurlijk al een heel verhaal. Dus dat is een studieperiode geweest van ongeveer een jaar dat ik dit allemaal heb mogen leren. Daarnaast kwamen dus veel meer inzichten die te maken hadden met hoe ziektes ontstaan. Dus er werd mij ook getoond. En dat was als het ware een universiteit, die ik ook in mijn boeken beschrijf. Dat ik in de universiteit kom in een andere dimensie, waar ik kosmologie studie doe. En waar ik inzicht krijg in hoe eigenlijk
het zonnestelsel of eigenlijk het universum gevormd wordt en waar het naartoe streeft. En, dat is een vraag die ik vreselijk interessant vind. Dus als je daar ook wat antwoord op wil geven, dan prikkel je mijn nieuwsgierigheid weer in voldoende mate. Wat voor antwoord wil je nu horen? Nou, waar we naartoe gaan bijvoorbeeld, of waar we vandaan komen. Gewoon de basisvragen op het gebied van cosmologie. Ik heb ook concreet cosmologie gestudeerd, dus colleges gevolgd. En dat was eigenlijk dus hier op aarde dan gewoon. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik wat we weten, dat dat zo bijzonder is. Maar het is alsof wat we weten, alsof we dat nog niet begrijpen. Hè? Dus het is vooral het denken in verbanden waar we moeite mee hebben met ons brein wat we hebben schijnbaar. Als ik dus kijk naar het ontstaan van de materie, dan zeg ik dat is een gedegen stap voor stap proces. Dat zit ontzettend knap in elkaar. En door natuurkunde en cosmologie met elkaar te verbinden, krijg je dus een heel mooi inzicht hoe de natuurwetten eigenlijk gewerkt hebben, waardoor wij uiteindelijk als mens hier zijn ontstaan met alle organen en alles wat we nodig hebben. En zoals Aristoteles zei, de organen die we hebben en dat wat we zijn, is uiteindelijk de wens van de ziel. En het lijkt dus alsof we vanuit dat oerei zoveel energie hebben gevormd. Dus ik ga nu even terug naar het begin. Dat we met elkaar zoveel energie hebben gevormd door onze trillende snaren, door beweging, dat we zoveel energie maakten dat we niet meer langer in die kosmische baarmoeder of dat oerei konden zijn. Dat is wat ik beleefd heb, ook heel emotioneel. Ik voelde, we hebben nu zoveel energie gemaakt, we kunnen hier onmogelijk langer blijven. Het is nu klaar, we moeten eruit. Op dat moment dat de energie die we met elkaar hebben gemaakt zo groot is, ontstaat er dus, je kunt zeggen, om het simpel te zeggen, een explosie. En tijdens die explosie ontstaat tegelijkertijd tijd en ruimte. Dus de beweging die door die explosie wordt veroorzaakt, creëert dus eigenlijk ook tijd en ruimte. Dus die Big Bang creëert ook niet alleen de materie zich daarna gaat vormen, maar ook het heelal zelf. Dus het uitdijende heelal is eigenlijk een proces waarin we nog steeds zitten. We zijn eigenlijk nog steeds bezig met die oerknal. Ja, ik hoor je, Agnes, maar ja, ik kan er niet zoveel mee, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Het is voor mij een beetje, ja, hoe zeg ik dat? Het is een beetje oude praat uit de hoek van de Einsteiniaanse manier van kijken. Grotendeels kan ik met je meegaan dat tijd en ruimte ontstaan is vanaf een soort nulpunt. Dat we daar een rol hebben gespeeld. Het wordt allemaal veel te theoretisch, denk ik, als we daarop ingaan. Ik denk dat gewoon deze uitzending bedoeld moet zijn om jouw verhaal te laten doen. En mensen die daar wel iets mee kunnen, die kunnen volgens jou boeken gaan lezen en naar jouw lezingen komen. Ik denk dat een betere manier is. Het gaat erom wat jij wil vragen aan mij. Hè? Dus, daarom, nee, maar je gaf heel, heel spannend voor mij aan van waar het naartoe gaat. En daar haakte ik op in door te vragen waar gaat het dan naartoe. En daar heb je nog geen antwoord op gegeven. Dus misschien kun je dat stukje nog even oppakken. Nou, dat is eigenlijk, ik ben daar terechtgekomen in mijn uitleg van zojuist. Dat we dus eigenlijk nog steeds in dat uitdijende proces zitten, hè, van evolutie. En het zonnestelsel, om eventjes de realiteit te omschrijven, dat is eigenlijk het jongste stelsel aan de arm van de Melkweg. En daar, in die positie zitten we dus op de planeet, als je het dus hebt over het kosmologische deel. Als je het hebt over ons bewustzijnsevolutie, dan behandel je weer een ander aspect van het proces. Is dat wat je waar meer over zou willen weten? Nee, het klonk gewoon alsof er een bestemming was. Maar de bestemming die je aangeeft is, het is verder uitdijen. En dan vermoed ik dat je zegt dat er waarschijnlijk weer een inkrimming plaats gaat vinden. En uiteindelijk van weer terug het ei in of zoiets.
Nee, maar het proces waar we dus in qua bewustzijn in zitten, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Hè? Dus enerzijds heb je een kosmologisch verhaal van het zonnestelsel. En daar kan ik natuurlijk nog wel een hele aantal dagen lessen over geven. Maar waar het om gaat is, waar is de mens op dit moment, hè, waar we, op het moment dat we nu met elkaar spreken, in zijn evolutie? En ja, dan is mijn indruk dat we nog steeds bezig zijn met het mens worden. Hè? En dan kun je zeggen, ja, wat houdt dat in? In de eerste instantie denk ik dat we alle fasen van de evolutie doorlopen hebben, dierenrijk. En dat we nu bezig zijn om met het fysieke voertuig wat we hebben ontwikkeld tijdens de evolutie, om daar ervaring mee op te doen, maar vooral bewustzijn. En als je op dit moment kijkt naar wat er op de wereld gebeurt, dan is dat heel erg heftig. En hoe kun je dat vertalen in relatie met de evolutie waar de mens op dit moment mee bezig is? En dan denk ik dus dat we nog steeds in een wat dierlijke staat van macht en onmacht en prooigedrag zitten. En dat het mens zijn veel meer te maken heeft met het vermogen tot empathisch in die evolutie je bewegen ten opzichte van elkaar, ten opzichte van jezelf, ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de wereld. En er zijn heel veel mensen die dat ontwikkeld hebben, maar heel veel nog niet. En het contact wat ik heb gehad met wat je noemt observers van onze evolutie. En dan komt er weer een ander stuk bij van intelligenties die buiten ons zonnestelsel er zijn. En waar ik telepathisch contact mee heb mogen hebben. Die zeggen van, ja, de planeet Aarde, daar moeten we leren communiceren. En de wet van oorzaak en gevolg hebben wij nodig om ons bewustzijn te ontwikkelen. Dus ja. Dan hebben we het over bewustzijn. Dus we zijn eigenlijk qua bewustzijn nog heel primitief. En dat door alle gebeurtenissen op aarde, wat we zien op de televisie, wat we horen, krijgen we de gelegenheid om daar onze eigen visie op te ontwikkelen. En dat is dus nog in een intensief en moeilijke fase. Hè, waarbij heel veel geleden wordt. En dat is nou precies wat mij zo ontzettend heeft aangegrepen van, wat kun je daaraan doen en wat moet, wat is onontkoombaar? Hè? En dan heb je enerzijds het over bewustzijnsontwikkeling waar we op dit moment in zitten. En anderzijds ook de ziekten die daarbij horen. Hè? En als je dan hebt over elektromagnetisme, neurologie is mijn specialiteit, omdat dat het dichtst zit bij het bewustzijn, maar ook het meest verbonden is met hoe het universum werkt en in elkaar zit. He, dus ons zenuwstelsel is eigenlijk een elektromagnetisch systeem wat ook in balans moet zijn. En als dat uit balans raakt, dan worden wij ziek. Dat is dus wat ik dan even kort door de bocht moet zeggen. En dat heeft alles te maken met hoe wij in die wereld onszelf ervaren en hoe wij die wereld ervaren en hoe wij daar een balans in kunnen vinden. En dat is een heel intensief en moeilijke zaak op dit moment. Van de mens wordt zo bekogeld met informatie. Wat is waar, wat is niet waar? Hè? Dan komt de vraag van wat dan in de Bijbel naar voren wordt gebracht. Dat is van ja, het doel van het leven op aarde is leren goed en kwaad te leren kennen. Nou, ik denk dat daar waarin zit. Alhoewel ik dus niet geloof in zoals je weet, in het Adam en Eva verhaal als een concreet iets, maar wel als een symbolisch verhaal over de evolutie van de mens. Ja, want als ik dat boek goed begreep, in ieder geval dat stukje uit het boek Genesis, dan was er een of andere god die erg boos werd, omdat gegeten werd van boom des goeds en kwaads of zo, dus ik weet niet precies hoe het heet. Ja. Maar het is, als ik jou nog goed beluister, juist de bedoeling dat we onderscheid gaan leren maken. Ja, dus
Het is een, kijk, heel veel verhalen, net zo goed als de Griekse mythologie. Dat moet je zien als dat in die tijd werd verteld. Dat de mens nog, je kunt zeggen, vooral vanuit zijn rechter hersenhelft, emotionele, visuele, geperfectioneerde deel, hersendeel, de mens het ontvankelijkst was voor verhalen, voor beelden. Hè? Dus ik begrijp dat je dan op die manier probeert de mensen iets te vertellen over hun evolutie. En ik heb dus als het ware een dwarsdoorsnede van het brein laten zien aan mijn studenten, om te laten zien dat het Adam en Eva verhaal helemaal in het brein dan te zien is. Mm-hmm. Ik kan zeggen, de hersenstam kun je zien als het paradijs. Want als je nog onbewust bent en nog als het ware het goddelijke programma in je hebt, ja, dan functioneer je eigenlijk zoals een dier in balans. Je neemt wat je nodig hebt. Je rust wanneer je moe bent en je neemt niet meer dan nodig is. En, maar het programma lijkt, je kunt zeggen, een vast programma te zijn. Op het moment dat we naar de menselijke vorm evolueren, dan krijgen we dus eigenlijk de vrije wil tussen aanhalingstekens. Hè? En dat betekent dus dat de mens als het ware uit die hersenstam verdere hersengebieden gaat ontwikkelen. En als je dan praat over Eva die als het ware verleid wordt door de stam, door de slang. Dan kun je de slang zien als de pons. Hè? Dus als je dus in het brein kijkt, dat is eigenlijk de knop waaroverheen de hersenen zijn ontwikkeld. En je kunt zeggen, Eva vertegenwoordigt de rechter hersenhelft. En die maakt contact, als het ware, buiten die hersenstam om met de hypofyse. En als je kijkt in het brein, dan is het net alsof het een soort boon, een soort appeltje zou kunnen zijn. En die staat ook voor het hormonale systeem. Dus op dat moment gaan ze ook zien dat ze naakt zijn. En het is ook de rechter hersenhelft, het gevoel of de beleving, die als het ware de linker hersenhelft, die ik Adam noem, de mannelijke kant, wakker moet maken om dus mee te helpen te analyseren wat is goed en wat is niet goed. En dat kan de rechter hersenhelft niet. Die kan alleen maar voelen en ervaren en in beelden denken en zien en ruimte, maar niet analyseren. Dus die analysekant, dat is de mannelijke kant die je nodig hebt om te weten wat is goed en wat is kwaad, wat is goed voor mij, hoe zit het in elkaar, noem maar op. Mm-hmm. En doordat ik ontstellend veel analyses heb gemaakt van patiënten, kinderen en volwassenen, ook kinderen met leerproblemen, ADHD, zag ik dat heel veel mensen vanuit hun gedrag en problematiek, ook mensen met depressies, vooral nog steeds vanuit hun rechter hersenhelft, dus vanuit emoties, met het leven omgaan. En dan kom je er nooit uit, want je hebt dus die linkerkant nodig om het op een rijtje te krijgen. Iemand die in een depressie komt, die kan eigenlijk niet het op een rijtje krijgen. Daar heeft hij dan iemand voor nodig om te zeggen, ja, maar het zit zus en zo, en dan kun je het weer handelen. Dus eigenlijk is het evolutieverhaal, het Adam en Eva verhaal, een proces wat we te gaan hebben om als mens in de wereld te kunnen functioneren, te kunnen overleven, maar ook te kunnen ontwikkelen, relaties te kunnen hebben. Want als je alleen maar emotioneel bent vanuit je rechter hersenhelft, dan zie je dat je eigenlijk dat het heel moeilijk is om naar iemand te luisteren. Dan ben je alleen maar bezig met je eigen gevoel en je eigen emoties. Maar ben je ook in staat om te luisteren naar wat die ander te vertellen heeft. Dus dat is eigenlijk, je kunt zeggen, het punt van evolutie waar we nu zitten is heel verschillend bij heel veel individuen. De een heeft het wel geleerd en de ander niet. Maar degene die niet geleerd heeft om alle gebieden te gebruiken die eigenlijk in dat evolutieverhaal van Adam en Eva worden aangereikt, die heeft relatieproblemen, problemen op het werk, problemen met zichzelf en met de wereld. Dus dat is heel belangrijk. En dan is natuurlijk de vraag van hoe komt het dat bij de een dat wel goed werkt en bij de ander niet. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar het rattenbrein,
dan zie je dat bijvoorbeeld de rat, die heeft dan enige empathische vermogens ontwikkeld, maar alleen naar zijn eigen groepje. En als er dus een andere rat komt van een andere groep, heeft hij geen enkel probleem mee om die gewoon dood te bijten. He, dus dan zie je dus dat ook de empathie, wat je dan ook ziet in Italiaanse crimifilms, he, dan zie je dus een boef die van mensen neerknalt, maar vreselijk emotioneel en liefdevol met zijn vrouw en kinderen omgaat. Mm-hmm. En op die manier zou het dus mooier zijn als mensen misschien meer zouden begrijpen dat dat Adam en Eva verhaal eigenlijk nog steeds vandaag van toepassing is om dat te leren en te begrijpen. En ik denk ook dat we daardoor verder zouden kunnen komen in onze ontwikkeling als mens. Ja, ja, dat denk ik ook. Vooral die balans tussen je beide hersenhelften die vaak zoek is. Hoe zie jij dit verhaal het limbisch systeem? Heeft er ook een rol in? Sorry, wat zeg je? Het limbisch systeem, wat tussen de hersenstam en de neocortex in zit. Ja, het limbisch systeem, dat is ook een, je kunt zeggen, alles moet, net zoals het in het verhaal van Adam en Eva is, er moet dus iets ontwaken. Hè? En het limbisch systeem heeft te maken met de ontwikkeling van je kunt zeggen, de verzorgingsdrift, emoties. En maar als ik kijk naar wat werkelijk van wezenlijk belang is om empathisch te kunnen zijn. Hè? Dus bewust, dat het bewustzijn zich bewust is van zichzelf, zijn omgeving. En daar ook empathie, verantwoordelijkheid voor kan nemen. Dan kan de mens dat alleen maar wanneer hij dus ook gebruik maakt van de hersenschors. Dus het is vooral een bepaald deel in de hersenstam, wat ik zelf het paradijs noem. Maar wat eigenlijk wat de formatio reticularis heet, dat is als het ware een soort, je kunt zeggen, een soort harde schijf, een chip, waar eigenlijk alles wat er gebeurt aanwezig is, aan kennis, aan mogelijkheden, aan bewustzijn. Maar dat blijft daar stilstaan als er dus geen, je kunt zeggen, als het niet doorgegeven wordt naar de hersenschors. Dus je krijgt een circuit van ervaringen opdoen. Die ervaringen moeten dus eigenlijk naar dat paradijs, die hersenstam, de formatio. En van daaruit moet het doorgeseind worden naar de hersenschors. En daarvoor kunnen we dus de dingen om ons heen, onszelf, maar ook de ander, in oorzaak en gevolg begrijpen. En dat is nou precies wat de planeet Aarde te leren heeft, waar de evolutie naar streeft, is dat die menswording te maken heeft met de dingen in je eigen leven van jezelf en je omgeving te zien in oorzaak en gevolg. En daarvan te leren. Ja. Hè, dus je kunt zeggen, jij hebt een ervaring. En dan, daarnaast moet je eerst die ervaring begrijpen in zijn volledigheid. Want als jij dus een ervaring hebt, maar die ervaar je alleen met je emoties. Dan is die, je kunt zeggen, ja, mijn emoties zijn mijn emoties. Maar kun je je emoties ook overdragen aan iemand anders? Dat kan alleen maar als je daar dus je linker hersenhelft voor kan gebruiken. Dat je kan uitleggen wat je voelt en wat je beleeft. En op dat moment ben je bezig met bewustwording van je eigen beleving. En dat niet alleen, maar je kunt het ook aan een ander vertellen. Ja, en je neemt er vaak afstand van en daardoor krijg je er beter inzicht in, want anders zit je er middenin en dan is het lastig om het te zien. En ik denk dus dat naar de hele wereld doorgekoppeld, dit probleem, dat zoals ik het zie, ik heb een boek geschreven wat nu niet meer te koop is, maar de kredietcrisis van het krokodillenbrein. En dat ik dus ook uitleg aan mijn studenten dat de mens, er zijn allemaal mensen op planeet Aarde, maar het gebruik en de vaardigheid om hun instrument, hun hersenen die we allemaal hebben, te gebruiken, dat is heel erg verschillend. Je ziet dat mensen dus perfect kunnen afstuderen als professor of een hoge politici kunnen worden, maar tegelijkertijd als mens emotioneel nog in het krokodillenbrein zitten, dus in het laagste gebied van de hersenen. Ja. En alleen maar gericht zijn
op prooi. Dus willen bereiken om daar zelf beter van te worden. En ja, dat is dus eigenlijk best een heel groot probleem. En ik zou het heel erg op prijs stellen als er meer aandacht aan zou komen. Piet Vroon, professor Piet Vroon, heeft daar iets over geschreven. De tranen van de krokodil. Ja, ik heb het gelezen. Maar ik denk dus dat de allerbelangrijkste kennis is het ontwaken. Het ontwaken van het bewustzijn van de mens. Dat vooral gebeurt in de basis van de kindertijd. Hè? Dus de aandacht, de gesprekken, de stem van de moeder en de stem van de vader zijn trillingen. Zijn frequenties. En door tegen een kind te spreken, er aandacht aan te geven, door met het kind te communiceren, stimuleer je dus eigenlijk de neuraal verbindingen en stimuleer je dus eigenlijk het brein van het kind. Maar ook door huidcontact. Dus door huidcontact wordt ook de hersenen geactiveerd. Hè, ik heb een zeer ernstig ongeluk gehad, Johan, met hersenletsel. Oké. En ik heb mezelf geholpen door naar muziek te luisteren. De trillingen van muziek spelen een belangrijke rol via de huid om de hersenen te stimuleren. Ik heb gedanst, dus beweging is er ook heel belangrijk bij. Maar ik heb me vooral heel veel laten masseren door mijn studenten. Die moesten afstuderen, dus ik doe het maar op mij. Heel mooi, ja. Een win-win. Ja. Ja, prachtig. Ja, ik denk dat al die vormen van stimulering noodzakelijk zijn om een prikkeling te geven aan onze hersenen. Die zich voor onszelf gaan organiseren. Waardoor wij in staat zijn om beter contact te maken met de werkelijkheid. Precies. En ik denk dus dat als we de problemen, de agressie, het geweld willen aanpakken van buitenaf, dat is onbegonnen werk. Maar wat effectief zou zijn, is dat we meer gaan begrijpen dat als het ware de ziel van een wezen wat in de stof komt, hè, dus geboren wordt, een betere begeleiding moet krijgen om zijn instrumenten goed te kunnen gaan gebruiken. En dat heeft natuurlijk alles, je kunt zeggen, met liefde te maken. Maar liefde is een werkwoord. Hè? Liefde voor een kind is aandacht, aanraken, ermee bezig zijn. En ik denk zelf, Johan, dat het grootste probleem in grote delen van de wereld te maken heeft met dat de balans van de vader en de moeder naar het kind toe niet juist is. Hè? De meeste mannen in grote delen van de wereld, die zijn weinig of niet betrokken bij het ontwaken, zeg maar, van het bewustzijn van hun kind. En dat zou volgens mij de oplossing kunnen gaan worden op lange termijn voor het gedrag van wat wij dan noemen mensen, maar van mensen die ik niet een menswaardig gedrag op aarde laten zien. Ja. Je kunt zeggen bijna gestoorde dieren. Ja, psychopathisch gedrag. Nee, helder. Betekent dat je nog een lange adem hebt. Ik heb gehoopt heel lang dat er op korte termijn een grotere verandering zou komen. Maar als je het hebt over dat er generaties moeten gaan komen die het anders gaan doen, dan zit hij nog op een paar jaar. Nee, maar er is veel werk te doen, Johan. Want het is heel erg moeilijk. Kijk, ik heb duizenden patiënten behandeld, volwassenen en kinderen, zoals ik al zei, met de meest uiteenlopende aandoeningen. Ondanks dat dit zo voorspelbaar en succesvol is, dat mijn kennis en de effecten kloppen, is het heel moeilijk om binnen de bestaande organisaties dingen naar voren te brengen die men gewoon op dit moment liever niet weet. Ja, ik weet alles van Agnes. Ja, dat begrijp ik. En ja. Be patient, hè. Patient is geduld hebben. Uh-huh. Ik heb begrepen dat wij, als we dus ontdekkingen doen, dingen denken te begrijpen, dat eigenlijk het geduld een vorm van liefde is. Als ik dus kinderen bij mij in de praktijk krijg die niet meer wilden leven, omdat ze zo boos waren op de mensen, de volwassen mensen, dat zei, waarom zou ik naar school gaan als ze zo elkaar doodmaken en oorlog maken en zo lelijk doen, waarom zou ik dan mijn best doen? Ja. En ik kon alleen maar zo'n kind weer
op de rit krijgen, om het nou even zo te stellen. Door te vertellen dat we een evolutie hebben en dat het eigenlijk liefde is als we geduld hebben. Dat kunnen doen wat mogelijk is, maar als er een God bestaat, zei ik, dan is zijn liefde bestaat eruit dat hij geduld met ons heeft. Om ons allemaal de kans te geven om wakker te worden, om bewust te worden. En we kunnen dus daar een bijdrage aan doen. Maar om te denken dat het tijdens ons leven gaat lukken, dat is uiteindelijk niet echt. Ja, het lijkt liefdevol. Ik zou ook liefst vandaag de knop omdraaien en zeggen, vreselijk, soms kan ik ook niet slapen, Johan. Als ik die beelden zie van die ISIS-groepering. En met de kennis die ik heb over de tijd van Mohammed en wat ik denk, wat zijn bedoeling was. Dat het feit dat we dit jihadisten noemen, dat is al een fout. Want we moeten dit geen jihadisten noemen in de media. Dit zijn gewoon mensen die andere mensen vermoorden. Ja. Dat is wat we kunnen benoemen. Hè? Ja, precies. Maar waarschijnlijk is het ook helemaal geen authentieke organisatie. Waarschijnlijk is het gewoon in het leven geroepen door de geheime diensten. Maar dat gaat weer een hele andere kant op. Maar de echte jihad zit inderdaad van binnen. En dat heeft niets te maken met andere mensen naar het leven staan of wat dan ook. Nee, en dat is ook absoluut niet iets wat Mohammed heeft gewild. Die heeft alleen maar geprobeerd om de rovende woestijnstammen, die rovend, waar ze heel veel last van hadden, heeft hij geprobeerd naar op een hoger plan te brengen, geïnspireerd door het christendom. Maar ik denk dus dat de woestijnvolkeren, die rovend en plunderend door hem op een ander niveau gebracht zouden moeten worden, dat die gewoon eigenlijk die leer hebben toegeëigend en eigenlijk nog precies hetzelfde zijn. Ja, het zijn niet alleen woestijnvolken, het is overal in onze wereld. Ik heb nog een brandende vraag die nog even teruggaat naar eigenlijk het begin van de uitzending. Want we noemen een paar keer de hypofyse, de hersenaanhangsel. Maar wat is jouw beeld van de epifyse, de pijnappelklier en de rol die dat speelt in ons bewustzijn? Heb je daar een idee over? Nou, dat is ook technisch heel belangrijk. Los van mijn idee is het ook technisch wat ik onderzocht heb van hoe werkt het nu precies. Okay. Heb ik ook geschreven, maar essentieel is de epifyse voor ons contact met het zonnestelsel. Dus het ritme van de planetaire cycli, je kunt zeggen het bioritme, maar vooral de planetaire cycli, daar zijn we één mee. He, en dat wordt via de epifyse worden we daarmee verbonden. Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die kanker hebben, die verbinding niet meer hebben. Oké, okay, ja, je noemt planeten, ik weet dat het reageert op dag-nachtritme, dus op lichtsterkte, wat we van de zon ontvangen. Maar reageert het ook op de andere planeten, bijvoorbeeld Jupiter? Ja, want dat is dus wat. Kijk, we zijn eigenlijk niet zo realistisch als we denken. Zelfs wetenschappers denken emotioneel, die reageren emotioneel op het besef, de realiteit, dat we gevangen zijn in een zonnestelsel, dat we daar deel van uitmaken. Dat we in het elektromagnetisch web, wat het is binnen het zonnestelsel, je kunt zeggen dat het zonnestelsel is als daar een elektromagnetisch systeem, maar het is dus ook een lichaam. Ja. En in dat lichaam, daar bevinden wij ons. En we zitten als het ware in dat systeem, draaien we mee met het ritme van de planetaire energieën. We worden daar ook in de evolutie door gestuurd. Denk maar niet dat het allemaal zomaar gaat. Wij worden wel degelijk in dat systeem, je kunt zeggen, René Descartes zei ook, het zonnestelsel is een perfect werkend uurwerk. Maar jammer genoeg heeft hij niet uitgelegd hoe het dan werkt. Maar de planetaire energieën zorgen dus dat er een evolutie is. Alleen, dat gaat ontzettend langzaam bij de mens. Ja, ja, in mijn boeken schrijf ik er ook over. Ik zie daar een 7-lagen model in. Maar dat voert te ver om dat de radio uit te leggen. Daar hebben we plaatjes bij nodig. Maar ik was benieuwd of de epifyse ook gekoppeld was met de andere planeten. Maar jij beantwoordt het. Met het totale zonnestelsel. Dus wij vibreren mee met dat uurwerk waar we in zitten. En wanneer we dus
ja, kunt zeggen, de weg kwijt zijn, dan blijkt het dus ook dat systeem verstoord is. Ja, nee, volstrekt helder. Dan zijn we niet meer connected, om het even op Engels te zeggen. Precies. Ja. Dus het is van belang dat we beseffen dat we dus gedragen worden eigenlijk in onze evolutie in dit systeem. En dat het aardige is, dus dat heb ik ook in mijn laatste boek beschreven, dat prachtige evolutieverhaal van Plato. En dat geeft ook eigenlijk aan, dan kom je in de Griekse mythologie, en daar wordt de planeten gezien als goden, ja, die iets op de aarde teweeg brengen. Maar dat zagen de Indianen ook. Hè? De Indianen gingen er ook vanuit dat de planeten als het ware bezield waren. En natuurlijk, het zijn in wezen onze, je kunt zeggen, onze voorouders. Zo noemden de Indianen dat ook. Maar kosmologisch en natuurkundig klopt dat ook. Want alle sterren voor ons, alle sterrenstelsels voor ons, hebben de materie gevormd waardoor dit zonnestelsel en onze lichamen gevormd kunnen worden. Dus wij zijn nakomelingen van sterren. Sterrenkinderen. Ja. Ja, ik kan daar helemaal in meegaan. Dat is heel bijzonder. Voor mij zijn de planeten ook wel degelijk goden, maar dan niet de ene god met een hoofdletter G. Maar spelen ze wel in het grote kosmische spel een zeer belangrijke rol. Ja. En zeker voor de eerste stappen richting het allerhoogste bewustzijn zijn ze essentieel. Dat is in ieder geval hoe ik naar kijk. Kijk, we begonnen natuurlijk met de gasachtige, maar langzamer zeker. Ze zijn dus de hele atoomreeks is door de sterren gevormd, waardoor wij kunnen bestaan. Hè? Ik moest een lezing geven voor ingenieurs en die keken dan, daar komt zo'n blond vrouwtje binnen, wat heeft die ons nou nog te vertellen? Mm-hmm. En toen vroeg ik aan die ingenieurs, waar komt goud vandaan? Ja, natuurlijk uit de aarde, hè? Dat is toch logisch? Ja, het komt uit de aarde, maar hoe komt het erin? Nou, toen heb ik ze dus uiteindelijk, kon niemand mij vertellen hoe goud ontstond. Toen heb ik verteld dat het ontstaat doordat er een supernova implodeert en dat er zoveel energiefusie wordt gevormd door dat proces, dat dan goud wordt gevormd. En in die stof van die supernova, daar ontstaat dus een nieuwe zonnestelsel door, dat van ons bijvoorbeeld. En het goud komt dan in die stofwolk mee. En al roterend wordt dus de materie gevormd voor onze planeten. Oké. Dus dat betekent dat ook op de andere planeten goud gevonden kan worden? Jazeker. Maar dat heeft te maken natuurlijk, je kunt zeggen net zo goed als dat je de atoomreeks is ook stapje voor stapje gebouwd. Eén elektron meer en nog een elektron meer enzovoort. En zo zie je ook dat de sterren, dus eerst lichte sterren tot steeds zwaardere sterren. En of dat in vorige, door andere supernova's ook goud is gevormd en uranium, dat weet ik niet. Ik weet wel, dat bewijst het ook, dat de supernova waardoor wij zijn ontstaan, ons zonnestelsel, dat die in staat was om zoveel kracht te produceren, dat door fusie goud is gevormd en uranium, onder andere. Okay. Dat niet in sterren zelf gevormd kan worden. Kun jij over dit soort dingen praten met jouw vijf kinderen of jouw vijf kleinkinderen? Ja, ik weet niet hoe jong die jongsten natuurlijk zijn, maar laten we je vijf kinderen noemen. Begrijpen ze een beetje waar mama mee bezig is? Mijn dochters hebben bij mij gestudeerd. Die hebben dus een andere studie gevolgd, maar hebben ook bij mij gestudeerd. En ik ga er alleen maar over vertellen als het aan de orde is of als ze daar vragen over hebben. Bijvoorbeeld van, ja, omi, oma, waarom is roomboter beter dan, hè? Of, transvetten, ja. Weet je, dus het kan over van alles gaan. En dan probeer ik het uit te leggen. Ja. Ja, mooi. Ja, want jij bent getrouwd geweest met een redelijk bekende psycholoog. Je noemde net Piet Vroon, maar ik denk ook dat Pieter Langendijk. Sorry? Piet Vroon was een studiegenoot van mijn overleden ex-man. Ja, precies. Nou, Piet is vrij bekend geworden, maar Pieter Langendijk, jouw ex-man, was toch ook redelijk bekend in Nederland? Ja, aanvankelijk als onderwijspsycholoog en. Ja, hij was nogal baanbrekend omdat hij zich toen de tijd al met regressie wilde bezighouden.
Maar ja, hij was eigenlijk een grote fan van mij, mijn grootste fan, omdat hij ja, door mij mee kon kijken achter de coulissen. En dat vond hij dus ontzettend ja, interessant. Ja, want hij was bijvoorbeeld ook erg geïnteresseerd in in de werking van het parasympathisch systeem en de alle gunstige dingen die er zo voor ons zullen ontstaan. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, dat is eigenlijk. Ik heb dus eigenlijk eerst mijn contact met Pieter Langendijk was dat hij dus voor de onderwijsbegeleidingsdienst werkte. En hij kon dus een heel aantal problemen bij kinderen niet begrijpen. En daar begon toen mijn studie. Dat heb ik dus op zijn vraag gedaan. En mede door mijn helderziendheid en mijn kennis van het menselijk lichaam, kon ik een koppeling maken. Dus er moet iets zijn, een systeem, wat geblokkeerd kan raken. En toen kwam ik tot de ontdekking dat de parasympathicus moet zijn. Dat is dus, die ontspringt dus uit, je kunt zeggen, de hersenstam. En dat heb ik dus Pieter uitgelegd. En jaren later, ik had het heel druk, want ik heb dus ook een aantal kinderen. En dus toen heeft hij mij geholpen om dat op papier te zetten, om dat op te schrijven. Hè, maar in wezen is de ontdekking dat de parasympathicus dus niet, je kunt zeggen, antagonistisch is. Dus men ging ervan uit de parasympathicus en de sympathicus werken samen. Dat is ook wel zo. Maar het bleek, zoals ik ontdekte, dat de parasympathicus juist direct reageert op het bewustzijn, de ziel. En dat hij dus een heel bijzondere rol speelt, een communicatie realiseert tussen lichaam en bewustzijn. En dat dus ook geblokkeerd kan raken. Ook dat wist men niet. Daar heb ik toen apparatuur voor ontwikkeld om dat te kunnen meten. En dus ik heb ontdekt dat bij die kinderen met ADHD de parasympathicus niet goed werkte. Dat de neurotransmitter die erbij hoort ook niet goed werkte. En door een behandeling te ontwikkelen, een soort resetting, heb ik die parasympathicus weer aan het werk gekregen. En de klachten en de aandoeningen, die herstelden zich daarna. En die parasympathicus, dat is heel bijzonder. Want men heeft in Amerika geprobeerd daar wel, kunt zeggen, kunstmatig die neurotransmitter toe te dienen bij kinderen met ADHD. Maar dat werkt niet. En omdat dat eigenlijk gekoppeld is aan het bewustzijn. He, je kunt zeggen van, ze kunnen overal medicijnen voor bedenken, maar dit systeem is direct gekoppeld aan hoe de ziel zichzelf in de wereld heeft ervaren. Oké. En dat kun je dus alleen maar herstellen door te kijken van, hoe komt het dat het geblokkeerd is, jouw bewustzijn eigenlijk, jouw systeem. En dat is dus op zichzelf al een kennis die je moet hebben, die ik ook ontwikkeld heb, om dat te begrijpen. Wat is er voor nodig dat het gaat blokkeren? En wat is er voor nodig om dat weer te activeren? En ja, dat heb ik dus nu, ja, zeg maar, zo intensief en zo vaak ervaren. Dat als dat systeem weer gaat werken, gecombineerd dus met een inzicht in oorzaak en gevolg over waardoor wat er met jou is gebeurd, ja, dat je eigenlijk daarna herstelt van de meeste problemen. Mits het lichaam nu natuurlijk niet te ver is gedegenereerd. Want er zijn natuurlijk wel grenzen aan het herstellend vermogen. Ja, nou, als de rek eruit is, dan is er weinig meer te doen. Maar dat duurt toch redelijk lang, dus er is best veel voor mogelijk. Ja. Veel meer dan mensen zich vaak realiseren. Ja, soms kun je geboren worden en ook heel vaak dat systeem bij een baby al niet goed werkt. Er zijn dus al symptomen voor waardoor je weet, waardoor ik althans kan uitleggen dat je daardoor weet, bijvoorbeeld het kind krijgt keelneus en oorklachten of het kan niet drinken. Er zijn allerlei signalen waardoor je weet, dan werkt het systeem niet goed. Dus als een baby direct na de geboorte goed gemasseerd zou worden, dan zou je dus eigenlijk al de beste preventie toepassen voor later. Omdat je door wrijving op de huid als het ware die verbinding en dat systeem activeert. Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. Het is heel bijzonder.
Ja. Nou, heel goed. Ik vind het prachtig werk wat je doet, Agnes. Door mijn toedoen, door mijn technische problemen, zijn we een beetje later begonnen dan eigenlijk de bedoeling was. Maar het punt is dat we hierna om 9 uur staat gewoon weer het volgende programma. Dus ik kan niet al te veel uitlopen. Nee. Als mensen meer van jou willen weten, ze kunnen natuurlijk uiteraard jouw boeken kopen bij de boekhandels. Maar jij geeft ook lezingen. Kun je iets vertellen hoe mensen meer te weten kunnen komen van jouw werk? Nou ja, op dit moment is het dus zo dat mijn boeken liggen niet in de boekwinkel, maar die kun je bestellen via mijn uitgever. Maar in ieder geval via internet, dus door mijn naam in te googelen zie je vanzelf bij wie je die boeken kunt kopen. Okay. En ja, ik heb een ontzettend heftige tijd achter de rug om al die boeken te schrijven, 6 dikke boeken. Dus eigenlijk is alles beschreven in deze boeken. En als mensen behoefte hebben om meer te willen, ik geef dus wel opleiding nog. Dat zijn meestal aan therapeuten of mensen die therapeut willen worden met mijn werkwijze. Want ik ben inmiddels 70 en dan is het tijd dat ik dat overdraag, vind ik. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom ik die boeken heb geschreven en mezelf een paar jaar heb opgesloten. En wel nog docent ben in het werk van mij. Dus ik geef nog les. En voor de rest af en toe een lezing. En mensen die informatie willen, ja, die kunnen dan via het internet kunnen ze of een boek bestellen. Of ze kunnen mij een e-mail sturen. En dan kijk ik wel wat ik ermee kan doen. Hartstikke goed. Ja, want dan had ik misschien aan het begin nog even moeten nadenken. Je bent inderdaad... vooral op leeftijd, zoals gewoon netjes wordt gezegd. Maar ik vind het heel mooi dat jij jouw kennis en jouw ervaring en jouw bijzondere ervaringen, kan ik wel zeggen, aan de papieren toevertrouwt, zodat dat in ieder geval nog wel een tijdje op deze planeet aanwezig blijft, neem ik aan. En dat in ieder geval hier bewaard blijft in ons collectieve kennisveld. Ja, nou, ik denk als het gaat over die bijzondere ervaring, die men paranormaal zou noemen, ik zelf zie het als een aspect van het bestaan. Mm-hmm. Maar dat is in het 7e zintuig heb ik dat geschreven. Dat is in mijn eerste boek wat ik uitgegeven heb. Dus het 7e zintuig, dat gaat echt over bijzondere ervaringen. Die, waar ik nu ook over gesproken heb, van uittredingen enzovoort. En de andere zijn, ja, allemaal gaan ze dus eigenlijk over de evolutie, hoe het in elkaar zit. En ook hoe je lichaam werkt en wat je er zelf ook aan kan doen. Want ik heb ook een zelfbehandeling daarin getekend en beschreven. Uitstekend. Nou, in de aankondiging zijn de titels van die boeken benoemd. Dus als mensen niet alleen op jouw naam kunnen vinden, kunnen ze dit er nog bij toetsen. En dan kunnen ze via zoekmachine vast en zeker het vinden. Ik wil jou heel erg bedanken, Agnes, voor jouw tijd en voor alles wat je met ons hebt willen delen. Ik vond het heel fijn dat je in mijn uitzending wilde zijn. Dank je wel daarvoor. Johan, bij deze graag gedaan. Oké. Okay. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Al dan niet live, dat kan ik via het archief. Volgende week woensdagavond is Peter Den Haring mijn gast. En voor de mensen die Peter nog niet kennen, toets ook maar even in een of ander zoekvenstertje zijn naam en dan vind je vast het een en ander. Graag tot een volgende keer.